Ja, het is eigenlijk een hilarisch filmpje, want je vraagt je achteraf af waarom hebben zoveel mensen zich daar zo druk om gemaakt. Want er is een enorme rel om geweest. Zowel de foto's als de film mochten absoluut niet in het publiek worden vertoond. Ja, en wat je ziet, dat zijn een aantal mensen, bewoners van het plaatsje Wezep, boeren, die een flink stuk in de kraag hebben samen met de bandleden, die van oudsher al veel dronken en dat ook deze avond deden. En die genieten van elkaar, maar vooral ook van de dame die dus haar kleren uitdoet op de tafel in de gelagkamer. De film is lange tijd zoek geweest en werd pas een aantal jaar geleden gevonden. De film lag al die tijd op de zolder van de cameraman. En toen hij overleed is zijn nalatenschap, waar zich meerdere filmpjes in bevonden, door zijn weduwe afgestaan aan het filmmuseum AI in Amsterdam. En daar is het bewuste filmpje uiteindelijk gevonden. Daar bleek het dus tussen te zitten in zijn nalatenschap. Het QB and the Blizzards Museum heeft toestemming gekregen om het filmpje eenmalig te tonen. De 4 minuten durende film is op 8 en 9 juni te zien tijdens het Blues in Gollo Festival.